Het hoogfeest van Pasen dat morgen en overmorgen wordt gevierd, moet hoop brengen voor de gemeenschap. Bisschop Karel Tjuni zegt dat vooral in deze economische situatie in het land, waarbij mensen ervan uitgaan dat ze niets meer aan de situatie kunnen veranderen, er hoop is voor een betere toekomst. Daarvoor moet de samenleving hoop hebben, want Pasen is ook een periode van hoop. De bisschop van Paramaribo, verbonden aan het Rooms-Katholiek Bisdom, zegt dat het nooit zo is dat de krachten van de duisternis en de corruptie de overhand zullen hebben. We moeten echt af van die hebi. Van, weet je, we kunnen niks meer doen, alles zit vast. Nee, alles zit niet vast. We hebben moeilijkere tijden gehad, toch? En dat is het geloof van ons. Kijk terug naar wat we al overwonnen hebben. We hebben de slavernij al overwonnen. We hebben de koloniale periode al overwonnen. We hebben die moeilijke dagen van de Jonge Republiek overwonnen. We hebben de militaire dictatuur overwonnen. We zijn door een periode gegaan waar er helemaal niks was. We hebben die tijden ook al gehad. We zijn er doorgekomen. Dus waarom blijven wij zo neerslachtig en fatalistisch dan? Asanego. Het zal gaan als iedereen samen voor recht en rechtvaardigheid gaat. Dan komen wij zeker waar we willen zijn, in een land waar het goed is om te leven. Bisschop Steve Meijer van de nieuwe generatie gemeente Godsbazuin roept de samenleving op om in relatie met God te leven, want dat zal hoop geven. Hij erkent dat het leven in Suriname financieel-economisch zwaar is en dat waarden en normen aan het vervagen zijn. Hij wijst er daarom op dat mensen die in relatie leven met God stijgen boven de toestanden van het leven. De basisboodschap is: neem Yeshua aan in je leven, in je hart en maak een verbond met hem. Leef in relatie met Yeshua en dan ga je zien dat je direct hoop krijgt voor dit leven. En God gaat je helpen in deze toestand. Ik bedoel, ik woon ook in Suriname en ik maak ook de toestanden mee. Maar door genade van God leef ik boven die toestand. Met andere woorden, ik laat die toestand in het land mij niet onderdrukken. Ondanks de mensen die aan de macht zijn, het volk onderdrukken, laat ik mij niet onderdrukken, omdat ik leef daarboven. Waarom leef ik daarboven? Omdat ik mijn hoop heb gevestigd op God en God alleen. En niet op mensen. Dus ik wil de samenleving van Suriname bemoedigen. Vestig je hoop op Jezus de Christus, Yeshua HaMashiach. Kom in relatie met hem. Neem hem aan als uw persoonlijke redder en verlosser. Bisschop Meijer benadrukt dat een ieder die in relatie leeft met God hoop kan krijgen voor de toekomst, ondanks de situatie negatief is.